zit dat nou? Schelden, waar is die voor? Waarom is er dan schelden in het boerderijland? Sommigen hebben misschien thuis van kelder, ja, ik weet niet. Dus, die gewoon daar aan de woning, en je hebt misschien op de boerderij die ook kelder. Maar waar is die kelder voor? Henrik, weet je dat? Nee, dat, voor de mensen. Nee, die waren, bij Henk waren kelders voor de mensen, dat waren mensenkelders. Bel waar we op staan. Anderhalve meter? Nee, 3 meter tot 3,25 meter. En dat water, dat liep nog gewoon soms naar binnen. Daar zien we daar straks bij die koeien, dat ze ook op een verhoging staan. Anders verstoppen ze altijd met de poten. Dat is dus. Maar ik heb een vraag. Mag ik hem nu ook aaien? Nou, doe maar niet, omdat ze nog niet gevangen.